Zo mooi hoe Rob Penders het doet tot nu toe bij Eindhoven. Dat niet alleen, maar hoe hij zijn ploeg ook coacht. Dat moet hier wel verdedigen. Want hier is de jonge Mulder. En die bal is binnen. Nee, in de rebound nog gemist. Komt op de paal. En dan van dichtbij Bezuijen. Die dat dan niet weet te verzilveren. Satić weggestuurd hier aan de rechterkant. Die kijkt. En dan is daar een goede kopbal van Verheid. En Bezuijen moet de rebound natuurlijk eigenlijk wel verzilveren. Pech voor ADO. Mooi begin. Spectaculair. En deze kopbal is ook niet slecht. Maar gaat niet binnen. Aanvoerder Boy Kemper. Dat is weer niet best van Bertrams, maar wordt geholpen. Van der Zanden, die de bal daar goed aan de rechterkant weglegt. Dat is de Hongaar, Rats. Die op zijn Hongaars vraagt om een kaart en dat gelijk krijgt hij ook meteen. Barnabas Rats. Ze hebben daar wel wat lengte geposteerd. Levert dat ook wat op? Nee, want die bal wordt goed verdedigd. In eerste instantie dan toch. En nu hoeft niemand er iets aan te doen. Kemper. Verheid. Klas. En Satić. Seedorf. Seedorf, ja, duel winnen. Van Rats betekent ruimte, betekent ook een flipperkast situatie met Stijn in de hoofdrol. Verheid nog. En die bal wordt daar uiteindelijk door Amir voor weggepookt. Eindhoven ontsnapt keer op keer. De individuele actie van Seedorf, altijd leuk individuele acties. En dan Stijn, Vermeulen die bal nog raakt. En dan loopt het voor ADO net niet goed. Satić. Zegers wint dit keer. Verheid naar het goede stoorwerk ook van Stijn. Bruinburg en dan door naar Bezuijen. Mulder. Klas. Ja, goede poging. Redding. Bertrams. Satić de bal weer ingebracht. Amir voor. Hey, Klas had iets moois in gedachten, maar. Dat kan zomaar goed lopen voor Zegers, maar. Nou, ja, Koopmans, ik wilde zeggen, hij is moedig. Is hij ook. En had niet zoveel te vrezen van Zegers, want het is geen rauwe doordouwer. Satić. Ja, Verheid. En de zweef is mooi van Bertrams. Tweede kopbal van Verheid. Kwart wedstrijd. En hij is toch regelmatig de aangever. Nou, Van der Zanden. We noemden hem zojuist als een van de twee. En tegen de verhouding in, maar ja, wat maakt het uit? Maakt Van der Zanden zijn eerste van het seizoen. Goed balletje. Van Rats. De Hongaar mag een assist schrijven. ADO zet nog een keer aan, zo in de extra tijd. Mulder. Keersmaker haalt weg, maar dat doet hij slordig. Bogaars. En Van der Zanden nog even het hoofd er tegenaan. Seedorf.
Verheid. Goed gedaan. Zratic. Ja, verrast daar alles en iedereen. En wat een prachtige gelijkmaker is dat dan. Ja, ja. En dan kijken alsof je het elke week zo doet. Bertrams verrast. Amar Zratic. Begon de wedstrijd aan de rechterkant. Was daar ook de man die daar Verheid een paar keer bediende. Verhuisd naar de linkerkant. En dan krijgt ADO toch waar het recht op heeft. Namelijk het doelpunt. Geweldige goal. Geweldige goal. Breinburg. Dan was er boven gelopen. Besuijen. Penders heeft het tegen Amafor, want die komt nu pas terug. Stijn. Schuiver. Bertrams. Klas. Stijn. Kemper. Besuijen. Dat is een rare bal. En die wordt binnengewerkt. Nee, wordt niet binnengewerkt door Stijn. Dat kan uiteindelijk Bertrams de bal pakken. Ik werd daar bijna verrast door die voorzet van Besuijen. En die wordt van richting veranderd door Dahlhaus. En dan komt hij daar bij de eerste paal terecht. Dan kan Bertrams het uiteindelijk oplossen. Goed Dahlhaus ingespeeld, die hem ook aardig kan aannemen. Van Son. Van der Sande. Ja, die is binnen. Van der Sande, uit de draai. Twee keer geschoten, twee keer raak. Hij is enorm productief vandaag. Dat mag Koopman zich wel een beetje aanrekenen. Hier komt Eindhoven op voorsprong. Van der Sande uit de draai. En ja, dat moet voor Koopmans zijn. Hij zat eraan, maar dat was niet genoeg en hij weet het. Verheid. Ja, die geeft er wel eentje. Hoera. Dan Vermeulen die daartussen zit. Wat een gevecht is het toch zo nu en dan. Hoera. Bal verkeerd aangenomen, dan is dat een penalty. Ja, ja, dom, dom, dom. Besuijen wordt gefetteerd. Ja, hij raakt de bal verkeerd. Hij tikt dat Besuijen aan. Hij benut al een strafschop eerder dit seizoen. Sam Stijn weet hij ook Bertrams te passeren. En dat doet hij heel rustig. Weer komt ADO op gelijke hoogte. 2-2 nu. Een laatste kwartiertje moet nog beginnen. Besuijen. Besuijen. Ja, lekker balletje. Het is 3-2. De eerste keer op voorsprong en het is... De man die kwam, Sami Bouraar, die hem binnenschiet. In het Haagse kwartiertje. En die moet nog wel wat doen hoor, Bouraar. Want die wordt daar vastgehouden, ook door Vermeulen. Hij schiet hem prachtig binnen. Kijk. Dit was niet zo best van Bouraar. Grim. Ja, op de paal zeg. Zo. Daar was hij bijna. Zo'n vallend schot. Wat een heerlijke wedstrijd is het. Compliment ook aan de scheids die durft te laten spelen. En hier wordt het 3-3. Dat moet wel eigenlijk. Dat moet wel eigenlijk. Maar Slegers faalt.
Aan de andere kant. Zo, dat is op snelheid eruit lopen. En nu op tijd geven. Besuijen kan er dan niet bij. En die gaat er maar weer liggen. Die denkt misschien. Je weet het niet. Severina. En dan binnengekopt. Ja, keurig. Zadic, de man die de eerste maakte voor ADO, beslist hier de wedstrijd met het hoofd. 4-2 voor ADO. Wat hebben ze er keihard voor moeten werken? Niks mis mee natuurlijk. Maar voor het eerst sinds lange tijd telt ook het Haas kwartiertje weer. Op 2 maken in het laatste kwartier.